En dan gaan we het hebben over de premier van Israël. En de man die mij niet ophoudt over zijn laatste visvakantie, Benjamin Netanyahu. Want het Israëlische leger staat op het punt om de stad Rafah binnen te vallen in het zuiden van Gaza. Rafah zou het laatste bolwerk van Hamas zijn en dat willen ze dus graag vernietigen. Maar er schuilen op dit moment ook 1,4 miljoen Palestijnen in Rafah en die kunnen daar niet zomaar weg. En de hele wereld zegt nu tegen Israël, stop even met vechten. De Europese Unie, de Verenigde Naties, China, maar ook premier Rutte, hè, die een paar maanden geleden nog volle bak Israël steunde, zegt nu, don't do it. Dat is een duidelijke boodschap en, leuk weetje, ooit een afgekeurde slogan van Nike. En zelfs voor Israëls belangrijkste bondgenoot, Gert-Jan Segers, ik bedoel de Verenigde Staten, sorry, lijkt er nu een soort grens te zijn bereikt. President Biden heeft Netanyahu bijna gesmeekt om niet zomaar Rafah binnen te vallen en om een gevechtspauze in te lassen. Maar Netanyahu trekt zich daar niks van aan. Ook omdat Biden hem consequent Otto Lengi bleef noemen, maar toch. Oké. Netanyahu lijkt echt vastbesloten. We're going to do it. We're going to get the remaining Hamas terrorist battalions in Rafah. Ja, hij gaat het doen. En hij zegt dat er een veilige doortocht zal komen voor Palestijnse burgers. Maar daar heeft de internationale gemeenschap dus geen vertrouwen meer in. En tuurlijk, die Hamas-terroristen die moeten ook verslagen worden. Maar dit zou zoveel burgerdoden veroorzaken en het kost Israël zoveel internationale steun dat je je bijna afvraagt of hij gek is geworden. Dus ik zeg, hoog tijd om Benjamin Netanyahu eens wat beter te leren kennen. Want wat beweegt hem? Wie is het precies? En waarom doet hij wat hij doet? Het is tijd voor... Profielportret. Ja, een profielportret over Benjamin Netanyahu. Vrienden noemen hem Bibi. Maar dat zijn er dus steeds minder. Hij is geboren in Tel Aviv in 1949. En dan heb ik meteen een leuke jeugdfoto. Hier, kijk. Holy shit, hallo. Smash. Ja, toch? Die kan zo in onze plakboek met de discutabele politici met onverwacht hotte jeugdfoto's. Samen met Richard Nixon. Jozef Stalin. Hallo. En Henk Krol. God allemacht. Hallo. Maar goed, Netanyahu werd dus geboren in Israël. Hij groeide op in Amerika en ging eind jaren 60 terug naar Israël voor militaire dienst. En een paar jaar later deed hij mee aan een spectaculaire actie. Een Palestijnse terreurgroep had een vliegtuig gekaapt en Netanyahu was een van de commando's die het vliegtuig instormde en de passagiers bevrijdde. En dan denk je, wauw, die mensen die zijn dus bevrijd door een latere premier. Maar dat is in Israël vrij normaal. Sterker nog, een van die andere commando's was Ehud Barak, die later ook premier van Israël is geworden. Sterker nog, dat vliegtuig is nog een tijdje staatssecretaris van Milieu geweest. Krankzinnig verhaal. Maar goed, even terug naar Netanyahu. Eind jaren 70 kwam hij een keer op de Amerikaanse televisie. En toen werd hem gevraagd of er een Palestijnse staat zou moeten komen. The real core of the conflict is the unfortunate Arab refusal to accept the state of Israel. Do the Palestinians have a right to a separate state? Well, I think that it's... No, I don't think they do. Ja, Netanyahu was toen al tegen een eigen staat voor de Palestijnen. Dus tegen een twee-staten-oplossing, want dat vond hij te gevaarlijk voor Israël. Trouwens, hij noemde zich in die tijd Ben Netai. Dat is een afkorting voor Benjamin Netanyahu. Want hij was natuurlijk zo'n irritante jongere die alleen maar in afkoos praatte, weet je wel? Goos, het is weer een zieke Eska met de palies in de gastro. Ik zeg de barmie van mijn neefje even af. Oh, man. Nou, even een sprongetje in de tijd dan, naar de jaren 90. Netanyahu was inmiddels toe aan zijn derde vrouw, Sarah. Hij was ook heel erg tegen een twee-vrouwen-oplossing. En die Sarah ontmoette hij op de loopband van Schiphol. Ja, hij hoorde waarschijnlijk een stem zeggen, mind your step. En toen dacht hij, nou ja, dat zal zij dan wel zijn geweest. Wat een ontzettend attente vrouw. Hallo, ik ben Bibi. Hallo, hallo. En nog een leuk weetje over die Sarah. Op staatsbezoeken neemt zij koffers vol vuile was mee, die ze dan bijvoorbeeld in het Witte Huis laat wassen. Dat is, ja. Zo'n reputatie heb je al sneller. Ik heb één keer heb ik mijn sokken laten strijken. Was ik meteen, oh, meneertje, sokken strijken. Netanyahu was inmiddels ook de leider van Likud. Dat is een conservatieve partij die Israël veilig wilde maken met militaire macht in plaats van praten en onderhandelen. Maar Israël zat op dat moment juist in een vredesproces met de Palestijnen. De Israëlische premier Rabin en Yasser Arafat van de Palestijnen sloten zelfs een akkoord over een onafhankelijke Palestijnse staat. Precies wat Netanyahu dus niet wilde. En hij organiseerde allemaal protesten tegen premier Rabin. En dan moet je niet denken aan een gemoedelijke sit-in op Jeruzalem Centraal. Nee, mensen namen posters mee waarop premier Rabin werd afgebeeld als hond en nazi.
En Netanyahu liep zelfs mee in een anti-rabbin-demonstratie waar een doodskist werd rondgedragen. En dit had allemaal de geschiedenis in kunnen gaan als een heel smakeloze grap, waar het niet dat Rabin een jaar later daadwerkelijk werd vermoord door een extreemrechtse Israëliër. En ja, toen had Netanyahu wel wat uit te leggen. Behalve Joodse kolonisten krijgt nu ook Likud-leider Netanyahu felle kritiek, omdat hij het anti-Rabin-kamp heeft opgehitst. Onze verslaggever vroeg hem naar die kritiek. You know, when something like this happens, leaders should rise up and not rise above the attempt to affix blame and try to bring a bridge. Ja, dat zeg ik ook altijd als de wasbak weer vol ligt met baardhaartjes. En we moeten uitstijgen boven de schuldvragen. Proberen een brug te bouwen. En de moord op Rabin had het einde kunnen zijn van Netanyahu's carrière, maar toen pleegde Hamas in 8 dagen tijd 4 bomaanslagen, waardoor veel Israëliërs bij de volgende verkiezingen dachten: fuck dat hele vredesproces, we gaan toch voor Netanyahu, want die belooft veiligheid. En zo werd hij in 1996 ineens premier. Mede dankzij Hamas dus. Kijk, zijn vrouw ook blij, want die hoeft de komende 4 jaar de was niet te doen. En sindsdien is Netanyahu een van de machtigste mensen van Israël. Eerst was hij dus premier, later werd hij nog minister van Buitenlandse Zaken en van Financiën. En sinds 2009 is hij weer premier. En dat is hij nu nog steeds. In totaal is hij dat nu al 18 jaar geweest. Dat is 1,2 op de schaal van Rutte. En elke keer komt hij weer aan de macht met 1 belofte aan de Israëliërs: veiligheid. Israëliërs noemen Netanyahu dan ook al jaren Mr. Security. En wat is zijn beleid dan? Nou, geen twee-staten-oplossing dus. Wel illegale nederzettingen toestaan. En het allergekste, hij liet toe dat Qatar jarenlang koffers met miljoenen dollars voor Hamas de Gazastrook insmokkelde. En dan denk je, wat? Hoe is geld voor Hamas in het belang van Israël? Nou, het idee was, met Hamas hoef je niet te onderhandelen, want dat zijn terroristen. En als daar een gematigde regering komt, dan moet je weer gaan onderhandelen over een twee-staten-oplossing. Dus dat was het plan. Nou, dan komen we aan bij het huidige kabinet Netanyahu 6. Ze waren toen al gestopt met de creatieve namen. Dat is wel jammer, de derde die heette nog Netanyahu 3, Tokyo Drift. Maar Netanyahu 6 is het meest rechtse Israëlische kabinet ooit. En dan denk je, hoe rechts? Nou, dit zijn een paar van de ministers. Smotrich werd ooit opgepakt vanwege een verdenking van terrorisme. En Maoz wil een einde maken aan de Pride-feesten. Beiden noemen zichzelf trots homofoob. Ben-Kavir heeft een lang strafblad, is extreem nationalistisch en een bewonderaar van een Israëlisch-Amerikaanse terrorist die bijna 30 Palestijnen vermoordde. Oké. Okay. Dit klinkt als een kabinet waarvan de VVD zou zeggen: wij doen niet mee, maar we gaan dit zeker gedogen. En met dit kabinet is een Palestijnse staat nog ondenkbaarder geworden. Want het aanmoedigen van illegale nederzettingen op de westelijke Jordaanoever is een prioriteit van deze regering. Ze stuurden ook het leger erop af, niet om illegale kolonisten tegen te houden, maar om ze te beschermen. Alsof je bij iemand inbreekt en de politie langskomt om samen met jou de eigenaar van het huis in elkaar te slaan. Oké, dus onder Netanyahu is de hoop op een Palestijnse staat totaal uit zicht geraakt. En dan vraag je je misschien af, wat vinden de mensen in Israël hier allemaal van? Nou, een deel is al jarenlang heel erg tegen Netanyahu, omdat ze wel geloven in vrede met de Palestijnen. En dan zijn er ook nog heel serieuze corruptieverdenkingen waarvoor Netanyahu zelfs is aangeklaagd. En dat komt dan nog bovenop Netanyahu's andere schandalen, zoals die keer dat hij $600.000 had uitgegeven op een 6-daagse trip naar New York, waaronder $1.600 voor een kapper. Voor de kapper, hè? Deze man, hè? Dat is meer dan $3 per haar. Maar goed, corruptie en fraude dus. Maar daar kan hij pas voor vervolgd worden als hij geen premier meer is. Dus kwestie van premier blijven en dan is er niks aan de hand. Het is zo simpel soms. Hè? Gek dat iemand als Trump daar nog nooit op is gekomen. En die illegale nederzettingen die Netanyahu steunt zijn ook verboden. Zoals kenners van het woord illegaal misschien al een beetje hadden vermoed. Maar ook daar heeft Netanyahu een oplossing voor. Namelijk een plan om de macht van rechters in te perken. In Israël waren dan ook maandenlang enorme protesten tegen dat plan. Honderdduizenden mensen gingen de straat op omdat ze bang waren dat Israël een soort Hongarije, Turkije of NOS Sport zou worden. Het waren de grootste protesten ooit in Israël, maar een deel van de bevolking bleef achter Netanyahu staan, want mensen geloofden nog steeds dat Mr. Security voor veiligheid zorgde. En dat vond hij zelf ook. Dit is een campagnefilmpje van een tijdje geleden. Oui, on se met cela. Ma, wat is dit? Is het een babysitter? Kibaltem? Babysitter. De prioriteit is: אתם בוחרים מי ישמור על הילדים שלנו. Ja.
Leuk. Maar het klopt niet. Hè? Het heet babysitter omdat je op een baby past. Babysitter impliceert dat je op Netanyahu past. Wat wel weer een heel goed idee zou zijn, trouwens. En dat brengt ons bij 7 oktober. De dag dat meer dan 1000 Hamas-terroristen vrijwel ongehinderd het land binnendrongen voor de grootste moordpartij op Joden sinds de Holocaust. Ondanks Mr. Security. Of misschien wel mede dankzij Mr. Security, want die heeft Hamas expres in stand gehouden. Bovendien was Netanyahu zo gericht op het koloniseren van de westelijke Jordaanoever dat hij daar het hele leger, bijna het hele leger naartoe had gestuurd, waardoor Hamas urenlang zijn gang kon gaan in het zuiden. Dus het enige ding waarom Netanyahu nog premier was, de veiligheid, was bij hem in slechtste handen ooit. Het is alsof je Caroline van der Plas premier maakt en 15 jaar later is heel Nederland vegan. Oké. En inmiddels vindt 80% van de Israëli's dan ook dat Netanyahu weg moet. Alleen, en dat is een heel belangrijk punt, pas na de oorlog. Ze staan nog wel achter hem wat betreft de oorlog in Gaza. Oké, dus de man die bepaalt hoe lang de oorlog nog duurt, verliest zijn baan, ziet zijn nalatenschap instorten en moet misschien wel naar de gevangenis, zodra de oorlog stopt. En de hele wereld zegt, hou op, stop met al die burgerdoden. President Biden heeft hem zelfs een asshole genoemd. En niet 1 keer, maar wel 3 keer. En dit bericht is dus van gisteren, dus misschien inmiddels wel 4 keer. Ja, Bibi met Joe, weet je wat ik jou vind? Weer een asshole? Oh, ik had je al gebeld. Oké, sorry. Okay. Wat wilde ik ook weer doen? Oh ja, Bibi een asshole noemen. Oké. Bibi met Joe. Maar Netanyahu trekt zich daar niks van aan. Voor hem is een totale overwinning op Hamas de enige manier om nog iets van zijn reputatie te redden. Dus ja, dan is het alweer tijd voor het antwoord op de vraag: wil ik met Benjamin Netanyahu in een Beekman natuurhuisje? Nou, nee. Want hij lijkt me heel onaardig. En als het toch per se moet van de sponsor, zou ik willen pleiten voor een 2-slaapkameroplossing. En ik ga sowieso niet de was van zijn vrouw doen. En dit was... Wauw, liggen de hele avondshow-afleveringen nou alweer bij NPO Start in de schappen? Ach, het is ook elk jaar vroeger. Ja, ik vind ze stiekem toch altijd ook wel weer lekker eigenlijk.